Vitesse slaagt er in de laatste weken van de transferwindow in om 3 nieuwe spelers aan te trekken. Hoog tijd om technisch directeur Mark van Hintem te vragen naar hoe hij deze winterse transferperiode heeft beleefd. En dat gebeurde op een unieke manier. Niet de vaste verslaggever van Vitesse TV, maar aanvoerder en clubtopscorer Brian Linssen vroeg de technisch directeur naar zijn ervaringen. Mark, hoe is volgens jou de transferperiode verlopen? Goed. Ik denk dat we uiteindelijk terug kunnen kijken op een goede window. 3 spelers binnengehaald. Na de window nog een speler kwijtgeraakt naar Verona. Sondre Tronstad hebben jullie gecontracteerd. Hoe zijn jullie überhaupt bij hem terechtgekomen? Die hebben we gevolgd in eerste instantie in Nederland bij een wedstrijd. PSV Haugesund. Het was de Europa League begin het seizoen. En toen hebben we hem zien spelen, toen waren we al behoorlijk onder de indruk van zijn kwaliteit. Hij speelde Bergwijn toen uit de wedstrijd. En sindsdien zijn we hem gaan volgen. Ben ik 2 keer live wezen kijken en zijn onze scouts 2 keer live wezen kijken. Hebben we een gesprek gehad met de jongen zelf daar, wat heel positief was. Dus kregen we ook een indruk van zijn persoonlijkheid. Hebben we de zaakwaarnemer gecontacteerd en zijn we uiteindelijk gekomen tot een deal. Dus hij heeft ook ervaring. Wat zijn de verwachtingen dan? Hij is 24 jaar, maar heeft al meer dan 150 wedstrijden gespeeld in Noorwegen. Ook Europese duels veel gespeeld. En wat wij zagen in de wedstrijd is dat hij gewoon tactisch heel sterk is, intelligent is, wil hard werken. Ja, dat zijn allemaal plussen. Joshua Brenet is op huurbasis van Hoffenheim overgekomen. Wij kennen hem vooral van PSV-tijd, dat hij kampioen is geworden tot 2 keer toe volgens mij. Maar het betreft een hele korte huurperiode. Zou het niet wenselijk zijn om een langer vast te leggen? Ja, dat is een goede vraag. Natuurlijk, als club proberen wij altijd een speler langer vast te leggen door middel van optie tot koop. Alleen daar wil Hoffenheim absoluut niet aan meewerken. En hebben jullie hem wel gehaald voor een halfjaartje voor aan de rechterkant of aan de linkerkant? Nou, hij kan op beide posities spelen. Je zag nu bijvoorbeeld Daza is geblesseerd. Nou, dan heb je nog maar 1 optie op rechts en dat is Julian. Dus in noodgevallen zou hij op rechts kunnen spelen, maar we hebben 2 rechtsbacks. We hebben eigenlijk maar 1 linksback in de selectie. We hebben overal gezocht naar een linkspoot. Die konden we gewoon niet krijgen. En we wisten dat Brenet ook bij PSV gewoon een heel jaar op linksback had gespeeld. Uitstekend gedaan heeft. En ook bij Hoffenheim. Dus was voor ons een intikkertje. Felipe de Lavares is een jong talent. Wat kunnen we verwachten van hem? Het is een jonge jongen. Hij is net 19 geworden. Maar echt wel een talent. Is sterk aan de bal. Kan ook wegdraaien. Vind ik veel techniek in zijn bagage. En hij heeft ook diepte in het spel. Dus we verwachten veel van hem voor de toekomst. Maar dit jaar is voor hem, dit seizoen nog, is voor hem acclimatiseren. Veel leren van jou hopelijk, want zo is het gewoon. En dan kijken waar hij staat in het begin van de zomer. En Scandinavische jongens staan volgens jou bekend om een goede mentaliteit. Ja, dat is inderdaad zo. Op die markt hebben we eigenlijk al jarenlang gekeken om te proberen of we Scandinavisch binnen konden trekken. Ja, het is natuurlijk een markt waar heel veel gescout wordt. Hè. De clubs uit Engeland en Duitsland, ja, dan staan wij achteraan in de rij. En nu hebben we dus 2 Scandinaviërs kunnen halen waarvan we inderdaad weten dat die jongens ja, wel vaak uitblinken qua professionaliteit en wilskracht om het hier te laten zien. Na Verona voor, had nog een half jaar contract. Op het laatste moment hebben jullie hem toch laten gaan. Wat is daarvan de reden? Ja, we hebben eigenlijk voorgesorteerd op een transfer van een van onze middenvelders. Dus we hebben Sondre Tronstad al binnen kunnen halen. Als we die niet binnen hadden gehaald, dan was het bijna onmogelijk geweest. Want de bezetting op middenveld te dun bezaaid geweest. Maar nu was het een combinatie van factoren waardoor we toch beslist hebben om hem te laten gaan. Het was voor Navarone natuurlijk een fantastische stap op die leeftijd. En financieel was het voor ons ook een heel aantrekkelijke deal. Dus voor alle partijen een winnaar? Ja, absoluut. Jeroen Houwe, weinig uitzicht op speelminuten dit seizoen. Is dat ook de reden dat jullie hem laten gaan? Ja, zeker. Ik ben gebeld door Go Ahead Eagles en met de vraag of Jeroen verhuurd kon worden. En daar hebben we eigenlijk in alle opzichten aan meegewerkt. Omdat we hem ook ja, inderdaad uitzicht op speeltijd wilden geven, wat hij hier niet had. Thomas Bruns, verhuurd aan PEC, maar is helaas geen gelukkig huwelijk gebleken. Was er geen optie om hem terug te halen naar Vitesse? Nee, omdat we ja, gewoon te veel middenvelders hadden. Toen wist ik ook natuurlijk niet dat Sondre Tronstad nog binnenkwam en naar Verona voor ging vertrekken. Maar hebben we toch besloten om Thomas door te verhuren aan een andere club. Oussama Darfalou heeft nog wat doelpunten gescoord voor ons. Was nog belangrijk in de beker met een mooi doelpunt. Maar toch hebben jullie besloten om hem te laten gaan.
was het omdat we al genoeg spitsen hadden. Ja, klopt. We hadden inderdaad op een gegeven moment natuurlijk wordt Dikko gehaald, Grot wordt gehaald, Matafs, Biting, Darfalou. Ja, en we gingen terug naar een 4-3-3 situatie. Hè. Dat betekent dat je eigenlijk maar één type spits nodig hebt. En toen hebben we afweging gemaakt van ja, wie gaan we verhuren. En de keuze is gevallen op Darfalou, een jongen die ook... vind ik altijd bereid is om hard te werken en we vonden dat hij een podium moest krijgen om zich te bewijzen. En ja, 2 wedstrijden, 2 doelpunten, dus dat is mooi voor hem. Dus kortom, jullie zijn tevreden over de transferperiode? Zeker. We hadden nog wel wat aanbiedingen verwacht van voor 2 van onze topspelers eigenlijk. Brian Lins en Matafs hadden we wel verwacht, maar goed, ja, er is niet veel voor gekomen helaas. Ja. Dan gaan we doorkijken ook naar de toekomst. Er zijn wat aflopende contracten. Een Linse, een Pasveer, een Matafs. Zijn jullie al in gesprek met deze spelers? Of staan die gesprekken gepland? Met Brian Linse hebben we binnenkort een gesprek. En zijn agent, waar we, vind ik, alles uit de kast zullen trekken om hem te behouden. Een speler die per seizoen toch minimaal 15 doelpunten scoort, is natuurlijk exceptioneel in de Eredivisie. En ik heb heel goede hoop dat we hem kunnen houden, omdat de signalen die ik krijg vanuit de speler zelf dusdanig zijn dat ik denk dat hij bij ons gaat blijven. En Pasveer en Matafs, hoe zit dat? Is daar de hoop minder op gevestigd, omdat je zo zegt dat Linse de hoop heel erg groot is? Ja, de kans. De signalen die ik krijg vanuit de speler zelf zijn positief. En bij Pasveer en Matafs geldt dat het niet? Ik heb die jongens natuurlijk benaderd. Ik heb met Pasveer ook gesproken en die stond open voor een gesprek. Ik denk dat Tim heel lastig wordt. Navarone heeft toen tegen mij gezegd van ja, ik ga weg, ik wil naar buitenland toe. En als ik kijk, ik ben regelmatig met Matafs in gesprek daarover. Ja, die gaat op zoek naar een nieuw avontuur. Zo zijn er ook nog jongens van de eigen jeugd die een goede ontwikkeling doormaken. Noem een Lelieveld en een Vrog. Gaan jullie ook een gesprek met hun over een nieuw contract? Ja, zeker. Ook met die jongens ben ik toevallig vandaag in gesprek geweest. Die ga ik een aanbieding doen. En dan hoop ik dat we tot een overeenkomst kunnen komen.